Aflevering 35, Leon's Wine & Mentories, deel 2 over de Pinot Noir. Gisteren ging het met name over de historie van de druif, de gebieden en het klimaat waar hij het goed doet. Vandaag ligt de focus op dat andere belangrijke component, wat maakt dat de ene Pinot Noir niet de andere is. En dat is de bodem. Klimaat is dus belangrijk, maar voor Pinot Noir is de bodem misschien nog wel belangrijker. Juist Pinot Noir is als geen ander zo terroir gevoelig. De kleinste nuanceverschillen in bodem en klimaat zijn al in de wijnen terug te proeven, te meer omdat Pinot Noir bijna altijd ongemengd blijft. Pinot Noir heeft niet zo heel veel smaak van zichzelf, zoals bijvoorbeeld Cabernet Sauvignon, die altijd tonen van cassis heeft. En het was volgens mij wijnschrijver Gert Krum, Bourgogne kenner bij uitstek, die de druif omschreef als een schim en als een vehikel die uitstekend het terroir kan doorgeven aan de wijn. Dat maakt Pinot Noir op de juiste bodem zo ontzettend spannend. Zelfs in de Bourgogne zijn zo ontzettend veel verschillen. Voor een wijn van een bepaalde wijngaard kan je misschien 100 euro of meer moeten betalen, terwijl de wijn van een aangrenzende wijngaard, een paar honderd meter verderop, misschien maar 10, 12 euro kost. Aan de druif zelf kan het niet liggen, die is tenslotte voor de hele Bourgogne dezelfde Pinot Noir, maar het heeft dus heel veel met de bodem te maken. En dan ook weer niet alleen de bodem. Ik heb wel eens bij het wijnhuis Domaine Doudet in Savigny-les-Beaune 5 verschillende jaargangen Beaune Sauvigne staan proeven. Dus 5 keer een wijn van dezelfde druif de Pinot Noir, uit 5 keer dezelfde premier cru wijngaard Sauvigne, alleen dus uit 5 verschillende jaren. Resultaat? 5 verschillende wijnen. Onvoorstelbaar. Hoe bijzonder toch? Hoe intrigerend. Goede Pinot Noir, goede Bourgogne, dat is rode wijn op zijn spannendst. Bij Bourgogne wijnen zie je dus nooit of bijna nooit de druivensoort op het etiket, maar de streekappellation Bourgogne. Of, zoals ik eergisteren in aflevering 33 als voorbeeld gaf bij het bespreken van Languedoc Roussillon en Bordeaux, een kleinere appellation binnen de streek. In dit geval die van een gemeente, of een nog kleinere, die van een wijngaard. Geen regio ter wereld is zo beroemd geworden om een rode wijn van één enkele druif als de Bourgogne. Ook Cabernet Sauvignon kan hier niet aan tippen, want in diens meest succesvolle gebied, de Médoc in de Bordeaux, is hij vrijwel nooit een solist en bestaan de beroemde wijnen altijd uit een blend met andere druiven. Pinot Noir kun je onmogelijk over één kam scheren. Daarvoor komt de druif in te veel verschijningsvormen voor. Aan de ene kant fruitige, lichte zomerwijnen en helemaal aan de andere kant rijke, intense wijnen die door rijping geuren en smaken kunnen ontwikkelen die je in geen andere wijn zult tegenkomen. En misschien is dit wel de meest betoverende factor. Want waar je met Cabernet Sauvignon ongeveer weet wat je te wachten staat, blijft het met Pinot Noir altijd weer een verrassing. Een heel mooi verhaal over Pinot Noir las ik in de Wine Life van november 2011 van Huib Edingshoven van vandyck.nl. Alleen de kop van het artikel al. Wild, zuiver, sensueel, betoverend en ongelooflijk sexy. Dat is wat Pinot Noir in het glas kan brengen. Niet zo gek dus dat deze druif de gemoederen flink weet op te hitsen. En dan nog, ben je de toevallige getuige van de lofzang van een echte Pinot Noir aficionado? Dan overvalt je al snel het gevoel te luisteren naar een liefdesverklaring. Nou, eens even kijken of ik dit in de wijn van vandaag ook allemaal proeven kan. Het is de Bourgogne van André Lavigne van Albert Heijn. Nou, al die spannende dingen ruik ik er niet allemaal in, maar ik vind het wel een hele aardige basisbourgogne. Het klopt allemaal, het is karakteristiek. Als u nog niet echt weet hoe bourgogne en Pinot Noir smaakt, zeg ik start hiermee. Het is een goed begin. Nou, dat was hem alweer, de laatste van de week. Kom morgen en zondag wel terug voor de wijnfilmpjes van anderen. Ik ben er maandag weer. Goed weekend!